Verre reizen naar mysterieuze oorden in het buitenland behoren niet tot de mogelijkheden. Maar ook binnen de grenzen van ons o zo nuchtere kikkerlandje zijn er vele locaties te vinden waar zich onverklaarbare zaken afspelen. Dicht tegen de Belgische grens ligt het Zeeuwse dorpje Sluis. Diep verscholen in de bossen van deze eeuwenoude vestingstad ligt een verloederd heiligdom, waarin de loop der jaren duistere krachten de overhand hebben gekregen. Eens was dit namelijk een vredig klooster. Nu een vervallen plek die men verafschuwt. Verschillende mensen hebben gezworen hier nooit meer te willen komen. Zij spreken over geluiden van kinderen, helle honden en andere onverklaarbare gebeurtenissen. Deze locatie bevindt zich onder de engste plekken van Nederland. Wie zal er vannacht in zijn eentje worden gedropt in de kapel van Klooster Het Hoompje? Dit zijn de plekken waar je 's nachts niet wilt zijn. Ik heb echt gevoeld dat ik niet alleen ben. Ik word de hele tijd die voetstap. En zeker niet alleen. Ik krijg net echt even helemaal kipvel over mijn lichaam. Dat je het zo fucking slecht. Giel, Thomas of Stefan moet vanaf klokslag 12 tot de eerste zonnestralen de nacht overleven zonder te falen. Beter gaat de naald niet in jouw voedoepop, want dit is De Drop. Nou jongens, we hebben wel een ideale dag uitgekozen voor De Drop, toch? Het is ja, zo mistig als iets. Je ziet bijna niks. Nee. Nou jongens, we zijn in het plaatsje Sluis. Echt dicht tegen de Belgische grens aan. Maar er staat hier een verlaten klooster waar je absoluut niet wil zijn. Want je wordt volgens mensen en de verhalen continu bekeken. Dat klopt. Ja, dit schijnt een van de engste locaties van Nederland te zijn. Het is bekend en berucht in deze buurt. Er gaan heel veel spookverhalen rond. Er schijnen satanistische mensen hier offers hebben gebracht. Er schijnen nare energieën te hangen. Paranormale onderzoekers vinden dit een van de engste plekken. Nee joh. Dus dat belooft wat te worden, ja. Oh, nee, ja. Het is echt winnen. Want uiteindelijk moet vanavond weer één van ons daar in zijn eentje gaan overnachten. Drama. Ja. Oh, maar laten we eerst even hier in de buurt gaan rondvragen wat de mensen ervan weten. Want ik ben heel benieuwd wat we moeten gaan verwachten als een van ons daar vanavond achterblijft. Ik zie alleen nog helemaal geen dorpje of stad. Nee, je ziet letterlijk niks. Ik zie helemaal niks. Maar ik denk dat daar wel wat huizen aankomen. In het centrum van het Zeeuwse dorpje Sluis gaan onze mannen op zoek naar verhalen die de ronde gaan over het klooster Het Hoompje. Zouden de bewoners kunnen bevestigen dat zich in dit oude heiligdom paranormale zaken afspelen? Mag ik u wat vragen over het klooster hier? Het Hoompje. Weet u daar iets van? Ik heb er goed onder gewerkt. Oh ja? Hoe was het daar dan? Nou, dat waren geestelijke gehandicapte kinderen. Oké. Die daar zaten. Ja, dat het er heel vervallen bij staat, dat er veel geesten worden opgeroepen en zulke soort dingen. Volgens mij staat het al 30, 40 jaar helemaal leeg. En... Ja. U bent er wel eens geweest? Ja, langs gereden. Langs gereden, maar je bent nooit binnen geweest? Nee. Oh, okay. Echt, ben je er vaak geweest? Nou, ik doe urban exploring. Oh ja? En ik heb daar foto's gemaakt. Oh, wat vet. Ik heb soms wel dingen op mijn camera gehad. Ik denk van, ja, dat kan niet van de zon zijn, maar dat kan ook niet van... Jij hebt echt dingen op je gefotografeerd en je zei van... Het lijkt van een rode orb. Ik stond buiten en ik was de zijkant en de voorkant aan het fotograferen. En het was echt zo net daarvoor dat je dat zag. Ik vind het heel erg spannend, is het. Wow, we spreken dus gewoon een random dame aan en die is er geweest, die heeft foto's zelfs gemaakt, die heeft de rode orb gezien. Laten we nog even verder gaan zoeken, ik wil meer weten. Ja, vet. Nog meer. Ze woont al de hele leven hier. Oh, okay. Mevrouw, wij worden hier naartoe gestuurd, naar de winkel. Want u schijnt dat u al uw hele leven in dit dorpje woont. Ik woon nu 52 jaar. En dan kunt u mij ons misschien wel wat meer vertellen over het klooster. Maar ik kwam er wel eens. U kwam er wel eens? Ja, er zat een dochter van een collega van mijn man en daar hing ik wel een keer naartoe. Ja? Dat was prachtig. Want mensen beweren dat het daar spookt. Ja. Zijn er wel verhalen die men ooit tegen u heeft gehaald of die u heeft gehoord waarvan u denkt, nou, dat is wel een heftig verhaal? Ja, dat er daar dat er van die handicapten daar rondliepen die dat overleden waren.
Nou jongens, dat zijn een hoop interessante verhalen. Hè? Ja. Of je er nou wel of niet in gelooft, want wij zijn altijd ook wel wat sceptisch. Maar iedereen die zegt wel, het is een spookhuis. Ja, ze vinden het eng, ze vinden het mysterieus, het is verlaten, het is vervallen. Iedereen kent het sowieso. Dat is bekend, maar wat er nou zo eng aan is, wat er dan zo spannend aan is, dat is mij nog niet heel bekend. Behalve dat ene meisje die vertelde van, ja, ik ben er geweest en ik heb ook gekke dingen gefotografeerd. Ja, ja, dat vind ik duidelijk, maar ik moet er meer over weten. Nee, het wordt tijd dat we erheen gaan. Ik heb namelijk een afspraak gefixt met een paranormaal iemand die daar ook onderzoek heeft gedaan. Die gaat ons het laten zien en die kan ons er echt veel meer over vertellen. Maar we hebben dus nu een afspraak met een mevrouw. Ja, dus zij doet paranormaal onderzoek, maar zij wilde eigenlijk niet terug naar deze locatie. Ja, echt waar. Ja, echt. Wat heeft ze niet terug? Dan ga ik echt vragen wat de fuck is going on. De boys ontmoeten Monique en Björn aan de rand van het bos nabij het klooster. Zij hebben zeer nare herinneringen aan deze plek. Alsof ik een boswandeling ga maken. Nou, wat goed dat jullie ons hier willen ontvangen. En jullie zijn eigenlijk paranormaal onderzoekers, als ik het zo goed zeg. Mijn moeder. Ik. Ja, en ik begrijp dat u hier ook al een keer eerder bent geweest. Ja, ik heb eigenlijk zelfs afgezworen om niet meer hier te komen. De ervaringen die ik gehad heb, die wij gehad hebben en ook op video hebben staan, is niet heel prettig geweest. En wat is dan wat je hebt ervaren? Kun je dat omschrijven? Ja, aanraking. In de kapel zijn hekserijen geweest. Ja. Toen wij daar aankwamen stonden ook vaccinelichtjes. Een pentagram. Ik liep daar naartoe en ik ga er middenin staan. Ja, dat is gewoon eigenlijk uit een boze. Je hoort kinderen huilen, kinderen schreeuwen. Beneden zijn wij door een raam geklommen. Daar ben ik dus echt aangeraakt. Daar ging dus echt van dit achter in mijn rug. Ik denk dat we maar even gaan kijken. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd naar de locatie. Ik zie het eigenlijk ook niet. Dus... Nee, we hebben ook geen idee hoe het eruit ziet, hoe het voelt, wat het is. Dus laten we erheen gaan. Wij volgen jullie graag. Om bij het klooster te komen moeten de boys door een stuk onbegaanbaar bos. Bij daglicht is dit nog goed te doen. Maar één van hen zal hier vannacht in het donker zijn weg moeten vinden. Wow. Zo. Dit is het ook meteen. Ja, dit is het. Het ziet er niet heel vriendelijk uit. Het ziet er wel heel spooky uit, ja. Het is echt groot. Dit is de entree geweest? Ja, dit is de hoofdingang. En wat is nou uw eerste gevoel als u hier zo binnenstapt? Ja, ik begin wel te trillen. Ja? Ja. Het is een vrij heftige locatie, dat wel. Ja. Ja, helemaal in de bossen met die mist eromheen. Monique wil gelijk weten waar haar gevoel vandaan komt. De mannen delen hun ghost-apparatuur die ze dit seizoen gebruiken. Als paranormaal onderzoeker weet Monique hier wel raad mee. Want met hulp van deze instrumenten kan zij meten of er entiteiten in de buurt zijn. Bam, rood. Ik vind dit echt lijp, ouwe. Ik heb dit nog nooit gezien. Wat is dit precies voor meter? De meet entiteiten. Als wij hem aanraken, dan gebeurt er dus eigenlijk helemaal niks. Maar is er dus iets qua entiteit bij je in de buurt, dan gaat hij af. Als hij rood is, dan staat hij heel dichtbij. Ik merkte het ook al meteen toen ik hier net binnenkwam, dat ik dus een hele zware druk kreeg. Op naar het hart van het klooster, de kapel. Dit is de plek waar Monique vervelende ervaringen mee heeft. Dit is groot hoor. Okay, dit is 's avonds dus echt ellende. Hè? Hier was dus die pentagram van kaarsen. Die is hier neergezet? Die was hier neergezet. Okay. Daar wordt eigenlijk van alles wat niet goed is, wordt daarin gedaan. Weet u ook wat dit geweest is? Hier is het altaar gestaan. Ja. Dus dit was echt een klooster voor nonnen. En wat ik dus begrepen heb van mijn vriendin, want zij is medium. Ja. Zij voelde dus ook echt kindertjes hier en ook dat er blote kindertjes op het altaar lagen. Misbruikt, van alles mee gedaan. Jezus, dat is wel heftig. Ja. Okay. Ja. Is dit ook wel de meeste ruimte waar de meeste activiteiten zijn? Wat wij hadden was hieronder. Je kan hier nog naar beneden ook. Maar omdat het klooster op enkele plekken op instorten staat, is de ondergelegen verdieping enkel buitenom te bereiken. Waarom moeten we hier nou weer doorheen? Ja, waarom moet ik hier nou weer heen? Zou ik gewoon zeggen nee. Maar dit is de kelder. Dit zit onder het altaar. Nee, hou op. Ja, dit zit eronder. En hier is dus iets meegemaakt. Dus ik ben erg benieuwd.
En dit was een soort kelder of zo? Ja, ik denk het. Of een ruimte waar de kinderen verbleven of eetzaal of iets dergelijks. Wat heeft u hier meegemaakt, als vraag mag? Ik stond ongeveer hier zo, zeg maar, te filmen. Of met Spiritbox en de K2-meter. En ik kreeg van hieruit dus echt een por in mijn rug. Ja. Bjorn die draait de camera iets naar mij toe. En dan hebben we daar op dat stoepje, dat trappetje, daar werd een steentje naar beneden gegooid. Waarom is dat? En daar werd met kracht een stukje leren lap naar beneden gegooid. Is dat niet waar? I got that on video. En toen had ik op dat moment ook zoiets van camera's uit, apparatuur uit. Dan moet ik netjes afsluiten. Ja. Ik ga. Ja. En hoe is het nu? Het is hier wat druk. Het is hier, vind ik, benauwend. Er blijken hier ook helhonden te zijn. Dat zijn eigenlijk entiteiten van honden. Oh. Maar dan zie jij wel dus de rode ogen. Boah, dat is niet fijn, hè? Oh, ja, vanavond moet dus een van ons hier achterblijven. Alleen, nou, dat wordt echt... los van het feit dat het een hele enge locatie is. Het is een afgelegen locatie, plus al deze verhalen die hier zijn. Is dat geen pretje, denk ik. Hier word je vanavond helemaal gek. Dit is zo'n fucked up locatie. Het ziet er gewoon eng uit, het voelt niet lekker. Als dat ook nog zo'n meesinstrument afgaat, ja, dan kan je mij opvegen. Dat gaat niet goed. De heren zien overduidelijk nogal op tegen een nachtelijk verblijf in deze locatie. Maar het is toch echt hoog tijd om te bepalen wie hier vannacht in zijn eentje zal worden achtergelaten. Monique, dankjewel voor de rondleiding. Ik weet één ding, ik wil hier vannacht niet zijn. Ik deel diezelfde mening. Ja, het is echt een behoorlijk enge plek. Maar ja, het is aan jou de eer of de keuze wie hier vannacht moet gaan verblijven. Op klokslag 12 uur, dus ik geef jou de naald. Ik heb hier drie fantastische poppetjes, die ga ik allemaal aan jou geven. Er zit nog een zakje overheen, dus we weten niet wie is. Prik zeg maar in het hart en dan gaan we het zien. Dus, daar gaat ze dan. Wees verstandig, hè. Er is getrikt. Oké, doe ze dan maar in, we gaan niet kijken. Ik doe hem weer weer dicht. Ja, en dan, ik voel meteen weer die druk, hè? Ik ben mijn hartslag niet. Gaat meteen weer ik ben het niet. Ben jij het niet? Nee, ja, ik voel dat ik het dus wel ben. Nee, ik ben het niet. Ik doe gelijk positieve energie erin. Bam, ik ben het niet. Ja, Marieke, wie denk jij dat het is? Ik denk jij. Oh. Goeie gok. Denk jij. Dat zou mooi zijn. Nou, ik doe de strik er weer omheen. Ja, Jochem, Flappy, alsjeblieft. Jij bewaakt met je leven. Jij bewaakt met je leven. Ja, en dan gaan we het zien, jongens. We gaan ons nu voorbereiden. We gaan terug naar het hotel. En Niet te veel over nadenken. Niet te veel over nadenken. Laten we dat niet Keetje, doen. Keetje, wat een eigen gewoon doen. Het lot heeft bepaald. De mannen verplaatsen zich naar een hotel voor een laatste beetje rust. Want om klokslag 12 wordt één van hen gedropt in dit onrustige klooster. Oh jongens. Ik hoop vanavond zo dat het niet in mij geprikt is. Echt niet. Echt, als je leest wat er allemaal aan de hand is met dit gebouw op het internet. Ja, dit gebouw is niet goed. En hekserijen hebben er plaatsgevonden. Onderzoek is er geweest. Denk jij dat jij erin moet vanavond? Ik hou er wel rekening mee. Ja, ik hou er ook rekening mee. Ik vrees voor het ergste. Ja, ik denk dat ik de shark ben, want Monique zei het. Ik vind het sowieso doodeng om in zo'n huis of klooster te zitten midden in de nacht. Ja, het is wel echt een fucked up plek, hè? Want het is overdag vind ik het al doodeng. Ja. En die make-up van die vrouw ging af. Dat meisje wat we spraken, die had er ook allerlei dingen gevoeld. Die had echt, die hield niet om met praten. Haar vader, haar moeder. Het is echt wel een hele enge plek. Ik hoop zo erg dat ik straks gewoon lekker veilig die camper in kan. Even een lekker potje kaarten. Dat hoop ik zo erg. Dat zou ik zo fijn vinden. Ja, het regent. Jezus, is het nou een regen, ouwe? Fuck, het zee. Oh, nee! Oké, jongens, daar gaan we dan. We gaan erin. Oh, ik heb het echt serieus te doen. Te doen met degene die erin moet. Hier is het. Oh, het is pikken donker, man. Jongens, ik wens jullie echt vanuit de grond van mijn hart
Heel veel succes. Ja, ik jullie ook. Vanavond. Dit is echt niet leuk. Dit is echt niet cool. Dit is echt niet leuk. Gaat dit? Ja. Nee. Nee? Nee, die spanning zit bij mij tot hier. We staan nu in het bos. Dus geef alsjeblieft de zak. We staan echt dicht bij het huis. Jongens, we gaan het mag meemaken. Mag ik het alsjeblieft doen? Oké, okay, het moment van de waarheid, hè. Dan moet dit hem zijn. Even kijken. Ja, dit is zo'n kut moment. Oh, dit is kut. Degene die geprikt is, moet van 12 uur 's nachts tot zonsopgang hier achterblijven. Ja, en dat wil je echt niet. 3. 2. 1. Het is Toon. Nee, het is Toon. Nee, ja, jij nee, bent het. Het is nee, Toon. Nee, het is Toon. Nee, 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 dat wil ik niet. Ik wil niet. Ik wil echt niet. Ik wil niet. Ik wil echt niet. Deze wordt her voor jou, hè? Ben je dit nou oprecht? Ben je nou? Ik wil echt niet. Wat is dit daar? Ik wil niet. Het komt goed. Ik wil niet. Ik schijt nu echt in mijn broek. Ja, echt. Wat is dit? Je maakt wel een grapje. Maak je nou een grapje of nee. Ik weet het niet meer. To, ja, ik wilde zeggen, ja. Je moet gewoon alle spullen zelf meenemen, want we laten je ook gewoon helemaal los hier. Ik voel me zo schuldig. To, en ja, misschien heb je hem nodig, misschien niet. Dit is de noodknop. Ja, ik doe hem om. Oh jezus. Ga je lekker? Zo, ik heb het idee dat jij een meltdown hebt. Ja, dat was niet helemaal goed. Zo, je lachen en huilen tegelijk. To, ik hou van je, maatje. Hey, sterkte man, ik kan echt. Ik hou van je. En we zien je, we komen je morgenochtend ophalen. Ja? Kom op, vriend. Go, vriend. Je kan dit, kom je op. Je kan het, je kan het. Oké. Okay. Nee, hij vindt het echt heel eng. Ik krijg hier ook kippenvel van. Ik vind het echt niet leuk. Dit kunnen we echt niet maken, man. Ik meen het serieus. Ik krijg gewoon kippenvel van Toos reactie. Make op recht, de tranen springen in mijn ogen. Dat kan echt niet, jongens. Ik heb dit nog nooit eerder gehad. Het is gewoon een leegstaand huis. Niks meer. Ik verstijf elke keer gewoon van de pure angst. Het is zo donker daarbinnen. Oké, nou ja, wij zitten dus nu zelf in camper, maar we hebben nog niet eens de tijd gehad om onze jas uit te trekken. Laten we daar eens mee beginnen. Kijk of we het een beetje comfortabel kunnen maken hier. Nou, dat zit er niet in, denk ik. Het is echt lang geleden dat ik Thomas zo bang heb. Nee, ja, dat ben ik het volledig met je eens. Het is echt lang geleden dat we hem zo hebben. En hoe ziek is het? Want we zitten gewoon in Nederland. En soms gaan wij er ook met een lolletje in. Dan is het ook zo van, ah joh, we gaan even lekker kaarten. We kunnen ook even proberen te kaarten. We kunnen even proberen ons verstand op nul te zetten. Dat kunnen we wel. Laten proberen, we dat even proberen. We kunnen het sowieso proberen, toch? Ja, we doen altijd kaarten. Nou moet het ook kunnen. Scherp. Ah jongens, dit is de kutplek, joh. Oké. Okay. Ik ga gewoon snel die ghost-apparatuur neerzetten en dan gaan we kijken. Oké. Okay. Ja, dit is toch helemaal van de zot. Oh kut, hij gaat af. Hij gaat helemaal af. Holy fuck, ouwe. Holy kut. Die camera is wel scherp voor het scherp kut ding. Kijk dan, hij ging helemaal af. Hij ging helemaal af. Godverdomme. Oké, rustig. Ik heb overal kippenvel. Als je hier bent, laat het dan weten. Oof.
helemaal gek. Oké, je hebt hier een soort apparaat. Hiermee kan je frequenties uitzenden. En daarmee kunnen identiteiten communiceren. Ik weet niet of dit zo'n goed idee is wat ik doe. Ik hoor gewoon allemaal shit, ouwe. Dit is echt niet cool. Ik hoor... What the fuck? Ligt hier een mes? What the fuck, ouwe? Dat is echt fucked up. Holy shit, dan gaat dat ding opeens af. Rustig. Oké, ik kom hier in alle rust. We zijn hier voor een programma aan het filmen, voor Stuk TV. Wat is hier allemaal gebeurd? Zijn hier vervelende dingen gebeurd in het klooster? Ja, ik durf het licht echt niet uit te doen. Het is veel spannender om met infraroodcamera te filmen, maar ik ga het echt niet doen. Die durf ik echt niet aan. Ja? Ja, dat is lager. Dat moet lager zijn. Oh! Fuck! Oké. Zou die apparatuur afgaan? Ik weet het niet. Ik weet wel dat het een ontzettend enge locatie is. Dat weet ik wel. Ik ga op pad met deze vriend. En mijn lantaarn. Oh man, dit voelt alsof ik suicide ga plegen. Dat moet ik ook niet zeggen hier. Hier ging hij vanmiddag af. Nu gaat hij weer af. Dat is niet fijn, kan ik je vertellen. Maakt het niet makkelijker. Oké, maar ik ben nu al 1 ruimte verder. Hè? Grote jongen. Hallo? De kapel. We gaan naar de kapel. Ik moet echt oppassen waar ik loop. Kijk, het kan niet allemaal instorten. Oh, waarom doe ik dit? Waarom fucking... Oh, ik vlieg bijna mijn evenwicht. Lekker dat ik geduwd werd. Oh, man. Thomas, kom op. Je bent niet bang. Ik ben nu in de kapel. Tering, wat is dit eng. Echt oppassen waar ik loop. Helemaal gaten hier in de vloer. Ik wil hier zo niet zijn. Oké, hier stond vroeger het altaar. Oh, hij gaat af. Hij gaat af. Oké, rustig. Oké, rustig, Thomas. Rustig, hij gaat af. Hij gaat heel hard af. Hier is iets. Goedenavond. Fuck. En dan gaat hij weer, kijk. Holy fuck. Ik ben er klaar mee. Ik naai eruit. What the fuck is dit, jongen? What the fuck? Hij gaat de hele tijd af. Holy fucking hell. Oké, weg. Ik wil weg. Oké, hij gaat blijven afgaan. Oké, rustig blijven, Thomas. Rustig blijven, Thomas. Rustig blijven, Thomas. Oh. Tofie. Yo, To. Yo, Giel. Hoe gaat het daar? Ja. We zitten in de camper. Hoe ga jij dan? Ik hoorde net buiten allemaal shit, maar... Ben je? Ja, maar ik hoorde gewoon stemmen, zeg maar. Dus ik weet niet... Nee, joh. Maar hoezo hoor jij stemmen? Wat voor stemmen hoor je? Ja, ik hoorde net gewoon buiten iemand praten of zo. Ik dacht dat er iets gaande was of zo. Nee, echt niet. Wij zitten hier in die camper. Nee, er is niemand binnen. Ik ben net naar de kapel gelopen. Ja? Met die K2-meter. Ja? Dat was feest. Ik ga die pot ook af? Nee, ik ga zo met een pot daarheen. Maar ik ben bang dat ik dat niet trek. Dat ding, die K2-meter ging gewoon helemaal gek. Ja, dat is echt vet. Oké, ik hou de hoogte. Hij zegt dat hij stemmen hoort. Wow, maar nou, alles dan, gaat af. Hij belt ons op met de mededeling, zijn jullie in het bos? Ja, maar er is niemand. Nou, hij zit daar alleen. Maar hij zit er echt alleen? Het huis maakt helemaal gek. Wij kunnen ook wel heel even naar buiten om gewoon even te checken. Ja, laten we dat doen. Fuck.
Kijk, ik ga dus een van die pots meenemen. Moet ik hem eerst uitzetten. Oké. Die neem ik mee. 2 meter neem ik ook mee. Dan gaan we eens even kijken wat er in de kapel aan de hand is. Moet weer oppassen waar ik loop. Ik zet de camera hier neer. Oh nee, rustig, rustig. Nee, normaal doen. Normaal doen. Even rustig jij. Oké. Okay. Hij gaat weer af. Oh, hij wordt nu rood. Hij wordt nu rood. Ja, dit is top. Dit is echt fantastisch. Moet je kijken. Hij wordt gewoon rood. Oké. Okay. Holy fuck. Fuck. Hij gaat ook weer rustig af. Oké, okay. Fuck. Deze shit. Ah. Sorry boys, ik trek het echt niet meer. En met een druk op de paniekknop worden Giel en Stefan gealarmeerd. Alleen zijn ze niet in de buurt van het alarmsysteem in de camper. Oké, wij zijn dus eigenlijk op zoek, maar wij horen geen stemmen. Ik hoor niks, man. Nee, ik hoor ook niks. Dus ik denk dat Toon zichzelf gewoon helemaal gek maakt daar binnen. Ja, dat kan niet anders. Nee! Nee! Niet doen! Oh. Ah, ik wil hier weg! Waar de fuck zijn jullie? Waar de fuck zijn jullie? Hè? Hoe doe je? Wij zijn bij de camper. Hoezo? Gast, ik heb die noodknop ingedrukt. Ik wil hier weg. Oké, we komen er nu aan. Hè? Hij heeft de noodknop ingedrukt. Hoezo? Ik zie die, weet ik niet. Hier. Wij waren in de camper uit. We hebben die noodknop niet gehoord. To? Hier, kom. Nee, hij zit... Oh. Hier. To? Hier is dat. To? Ja, hier. Rustig, Steve, rustig. To? Yo, ik ben hier. Yo, maatje. Holy god. Wat is er? Ik ben zo blij, yo. Ik kan zien. Ik ben zo blij. Hoezo? Dit ding gaat de hele tijd af. Wat? Dit ding, kijk, hij gaat af. En dan gaat de hele tijd... Kijk, gaat hij weer. Dit is niet grappig. Dat doet hij de hele tijd. Ja, ik heb op die knop gedrukt, want ik trok het niet meer. Ja, die knop ligt in de camper. Wij waren buiten. Ja, ik weet niet wat... Het was totale chaos net even. Ook bij ons. Toon, ik ben trots op jou, jongen. Ja. Nou, ik vind het echt... Ik wil hier nooit meer komen. Ik wil hier nooit meer komen. Jezus. Thomas kon het niet langer volhouden en beëindigde met een druk op de paniekknop zijn helse ervaring in dit klooster. Maar wie zal op de volgende locatie aan het lot worden overgelaten? Nou, de directeur die hier toen de baas was, heeft een blauwe schim gezien. Ja, jongens, er zit dus ook nog in dit kasteel een kerker waar honderden mensen zijn veroordeeld tot de doodstraf. Wie moet vannacht in het kasteel overnachten?